Er wordt zomaar mij verteld wat het plan is, toch? Zeker. Wat vond je ervan? Ik vond het echt moeilijk. Ik vond het ook echt moeilijk. En dit is mijn totaallook van vandaag. Dus ik heb eigenlijk gewoon een simpele jeans erbij van de Zara. Wat zou dit nou weer zijn? Ja. Anna en Esther verder. Ik zit nu in de bureau en ik ben onderweg naar de covershoot van de Grazia. Dus ja, ik vind dat echt zo leuk dat we gewoon op de cover staan van de Grazia. Ik zei gisteravond nog tegen Ismael dat ik dus echt wel dit een droom vind die uitkomt. Want ik had vroeger nooit kunnen denken dat ik ooit op de cover van zo'n groot magazine zou staan. Maar here we are en ik vind het echt zo leuk en ik wil echt genieten vandaag van de dag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik normaal echt een scheidhekel heb aan fotoshoots. Want ik vind het gewoon heel lang duren en ik ben natuurlijk nooit zo super tevreden over mezelf. En ja, heel kritisch. Maar deze keer wil ik er wel echt van genieten en even bij stilstaan. Want het is wel echt even een momentje. En ja, dus ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Ik ben ook heel benieuwd naar het resultaat. Nou, ik heb geen make-up op. Ik heb ook echt helemaal niks bij me. Dus alles is geregeld daar. En we hebben echt een fantastisch team. Oh, ondertussen ga ik even rijden. Maar we hebben een fantastisch team die de foto's gaat maken. En met deze mensen hebben we al vaker, want Anne heeft ook een keer op de Grazia gestaan toen ze zwanger was op de cover. Dus toen hebben we met hetzelfde team gewerkt en dat vond ik toen echt een heel leuk team. Dus eigenlijk hebben we gevraagd of we nog een keer met hetzelfde team konden gaan werken. Nou, en dat was allemaal helemaal oké. Dus we zijn dat gaan doen. Dus ik ben net snel even uit huis gevlucht. Onze oppas die kwam net binnengelopen, zodat ik naar buiten kon. En dus we hebben elkaar goed afgewisseld. En we gaan er voor vandaag. Nou, het is nu 9:00 ochtends. Of eigenlijk 9:15, want het moet er 9:00 zijn. En het duurt tot 5:00 vandaag. Dus het is een lange fotoshoot dan. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb zelf sieraden meegenomen. Dat is het enige wat ik heb meegenomen. En verder wordt daar dus alles geregeld. Anne die is nu, die komt een uurtje later. Dat scheelt voor haar wel weer. Want zij brengt elke ochtend Maas naar ons. Want wij hebben zeg maar thuis een oppas. En dan komt Maas bij ons de hele dag. Dus Anne komt altijd in de ochtend Maas brengen. En dus het was ook beter als ik even eerder in de visitie zou gaan. Want ik kan gelijk weg van huis. En zij... ja, we moeten altijd eerst natuurlijk even naar mij komen en Maas aankleden. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje gedoe. Dus ik ga jullie vandaag meenemen deze dag. Ik zit nu in mijn bureautje. En ik ga nu maar even opletten in het verkeer. Doei! We zijn nu dus op de shoot voor bij de Grazia. En de make-up staat al helemaal klaar. Dus we gaan er wat moois van maken. Er wordt zomaar mij verteld wat het plan is, toch? Zeker. En ik ben benieuwd. Ik heb al lekker koffietje. Anne komt zo. Dus ik kan wel een make-upje gebruiken eigenlijk. Anne is net aangekomen op de shoot. Koffietje ik heb erbij. Koffie, want Maas is dus gisteren naar het consultatiebureau geweest. Ja. En hij heeft een beetje koorts en niet echt geslapen. Nou. Dus het komt goed uit dat ik zo de visie zie. En de nagels worden nu gedaan door Anna. Yes, sneak peek. Kijk even. Van onze collab. Heel erg leuk. Ik heb ze al op. Kijk. Super leuk. Nou, ik ben er ook bijna klaar. Ik doe geen mascara, hè? Nog even niet. Nee, we gaan even zonder testen. Kijken hoe het is. Wat vind jij daarvan? Mooi, cool. Is dat mode? Ja. Stoerder. Heel erg mode. Dat is stoerder. Wat vind jij daarvan? Ja, maar jij hebt lange wimpers. Nee, niet meer hoor. Jawel, je hebt echt wel lang. Dus, dat ben ik zo niet meer. Ik gevoel heb dat dat een beetje in de ene keer wel, de andere keer niet. Maar je doet toch die face-olie? Ja, dat wel, ja. Maar daar worden ze toch wel extra. Ja. Nou, de eerste fotoronde zit erop. Gaan we heel snel doorheen. En het is echt al heel vet geworden. Nee, die moeten we niet. Het is super vet geworden. Anne zit nu in de
Dit is Sashi. Hoi. Heel ander persoon. Ik? Ja. Dat ja, dat... Heel vet geworden. Oh ja, nice. Ja, heel. De lunch is klaar, staat hier met lekkere salades. Nou, dit is wel top. Zelden heb ik een shoot waar je zo goed kan lunchen ook. Anne krijgt ook wet look. Heb je het wel eens eerder gehad? Ja, één keer eerder, maar toen was het echt zo van het water gedaan. Wanneer dan? Ja, oh, toen is het ja, was het. Dit is wel mooi, hè? Het is heel mooi. Echt heel mooi, bij jou vind ik dan cool. Ja? Ja. Ik ben nu bij Anne en het verder en verder team is gewoon aan het barbecuen. Ja, dus buiten staat de barbecue aan en we hebben wel al iemand gebeld om te helpen, maar het is nog niet echt een succes. Ja, die zei nee, 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 het gaat helemaal mis. Er is veel te veel vlees gehaald. Ja. Nou, hier ziet het nog niet echt veel uit, maar de barbecue wordt er aangestoken. Ja. Ze vindt het zelfs leuk dat we samen lunchen. Ja. Kijk, je zit hier ook. Ik bel haar vader, ik had geen oppassen. Ik vond het zo leuk dat je belt. En ik ben al aan het eten, want ik moet zo gaan. Goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend. Ik heb net voor het eerst sinds best wel hele lange tijd heb ik weer een keer gesport. Nou, met sporten bedoel ik gewoon eventjes dat ik hier beneden in de gym op de crosstrainer heb gestaan. Maar goed, het geeft even een lekker gevoel. Dus dat is wel weer fijn. Nou, de keuken is echt een teringzooi. Dus die ga ik nu even opruimen. En het is vandaag, ja, dus een zondag in hele lange tijd weer. Dat ik echt van plan ben om even lekker alles even op orde te brengen. Want ik ben afgelopen weken, ben ik gewoon elk weekend, denk ik wel, in het buitenland geweest. Dus ik moet ook zeggen dat mijn hele huis is één grote chaos. Ik heb echt dat ik mijn kledingkast een keer moet opruimen. Want ik wil dus alles even op Vinted gaan zetten. En vooral eigenlijk ik heb heel veel zomerspullen die ik niet meer draag. Dus die wil ik eruit halen. En dingen van vorig jaar voor de winter. Wat ik nu eigenlijk niet meer leuk vind. Nou, het probleem is dus dat de hele berging ook nog helemaal vol staat met kleding. Dus het is echt wel even een project wat ik moet doen. Ik wil gewoon eigenlijk even alles wegdoen. Dat ik gewoon zo min mogelijk in mijn kledingkasten heb. Maar dat ik me gewoon even iets georganiseerder voel. Want ik heb nu echt gewoon het gevoel dat mijn leven even één grote chaos is. Dus ik moet het echt even gaan opruimen. Maar weet je wat ik gewoon altijd zo vind? Dat ik dan heel veel plannen maak voor een zondag. Dat ik allemaal nuttige dingen ga doen. Maar dat ik gewoon het gevoel heb dat ik nergens naartoe kom. Dus ja, en morgen is alweer maandag en dan ben ik druk op werk. Dus ik heb wel echt het gevoel dat ik het even moet doen. Nou, het is nu 9:30. Frankie die ligt alweer te slapen. Dus die heb ik net even naar bedje gebracht. En nou, ik ga dus eerst even opruimen hier. Want het is echt in huis is het ook. Het liggen echt baby- en kinderspullen overal. Mijn schoenen liggen bezaaid door het huis heen. Nou, mijn slaapkamer is een zooi. Ik moet echt even een beetje opruimen. De vaat ligt er van echt een paar dagen gewoon. Het is echt heel erg. En ja, ik ga je vandaag even meenemen met alles wat ik ga doen. Het wordt eigenlijk een beetje een saai stukje misschien. Maar lekker huiselijk, want het is natuurlijk niet altijd fancy. Ik heb gisteren lekker een keer een date night gehad met Ismaël. Wat wel heel goed was. Want Is en ik hebben de afgelopen tijd ook best wel een lastige periode gehad. Omdat natuurlijk met de hele situatie van Anne is het natuurlijk best wel heel lastig ook voor ons geweest. Want het is echt dat, ja, als je tweelingzus iets heeft, dan trek je dat gewoon echt zo erg aan. Echt mijn hart brak gewoon als ik haar zag. Verdrietig. En ik wilde er gewoon echt heel erg voor haar zijn. Dus ik moet ook wel zeggen dat, dat de relatie tussen Is en ik daardoor best wel niet onder druk kon staan. Maar wel
dat het even wat lastiger was. Omdat gewoon heel veel aandacht van mij, maar ook wel van hem. Omdat hij haar ook wil helpen naar Anne toe gaat. Wat op zich denk ik wel goed is. Maar waarbij je wel moet opletten, ja, dat het niet te erg is. Want je eigen relatie is ook nog wel heel belangrijk. Dus ik had wel echt het idee dat we afgelopen weekend, dat we een beetje rustig weekend in Nederland hadden. Dat we dat echt samen nodig hadden. En nou ja, we zijn dus even uit eten geweest gisteravond. En dat is echt al heel lang geleden dat wij samen uit eten zijn geweest. Dus dat was wel even fijn. En nou, ik had ook echt heel erg uitgekeken naar zo'n dag zoals vandaag. Dat je gewoon zondag gewoon lekker chill thuis. Dat je niet te veel hoeft. Dat ik een beetje kan opruimen. Eigenlijk gewoon lekker een cozy dag hebt. Dus ja, ik was daar wel echt heel erg aan toe. Dus ik wil me ook vooral niet druk maken. Dus gewoon relaxed. Dus ik ga. Ik hoop dat ik echt aan het opruimen toe kom. Ik hoop dat ik dat vandaag ook kan laten zien. Dus ik ga snel even de keuken opruimen. En dan douchen. En dan hopelijk kan ik een begin maken met mijn kledingkast. Nou, dit is dus een gedeelte van mijn kledingkast. En zoals je ziet is echt alles opgepropt op elkaar. En ja, dit moet ik allemaal gaan uitruimen. Ik heb dus in de andere slaapkamer heb ik nog een keer zoveel kledingkasten. Dus we gaan ervoor. Nou, dit is de eerste lading. En dit is dus nog niet eens één kast. Dus het is echt verschrikkelijk. Maar ik heb nu weer ruimte. Ja, ik doe gewoon echt alles weg. Soms bewaar je dingen, maar dat bewaar je dan echt voor één keer, weet je wel. Ja, is het dan al die ruimte in je kast waard? Dat weet ik niet. Dus zoveel mogelijk wegdoen. Goedemorgen. Wij zijn net wakker en we zijn even, tenminste ik ben even Frankie eten aan het geven. Ja! Ze moet nog één hapje eten. En ik geef Frankie altijd eten in de pyjamaatje. En dan komt daarna om, hoe laat? Om 8:30, 9:15 komt onze oppas Shane. En die gaat haar dan omkleden en aankleden en staartjes in doen en alles. Frank, kom maar. Dus dat is heel fijn. En vandaag heb ik, Anne die komt ook rond 8:30, 9:15 zo binnen. En wij hebben vandaag een leuke dag, want we gaan ons luisterboek inspreken. Dus dit is echt de eerste keer dat ik zoiets doe. En ik ben heel benieuwd hoe het eraan toe gaat. Dus ik heb echt geen idee. Maar, oh, wil je nog een hapje? Goed zo. Maar we gaan ons luisterboek inspreken. Dus ik ben echt heel benieuwd. Een feitje over mij. Ik ben vroeger voorleeskampioen geweest. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik mijn luisterboek, dat ik het luisterboek goed kan. Gezondheid. Gezondheid. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik het luisterboek goed kan inspreken. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker, want ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Ben je het zat? Ben je het zat? Ja. Ben je het zat? Nou, en ik heb vandaag een leuke top van Josh V aan. En een leuke kettingcombinatie. En dat is eigenlijk onze nieuwe collectie. En dat is weer een stuk fijner, want ik vind dat ook wel weer echt heel leuk. Dus kijk, dit zijn best wel fijne kettingen bij elkaar, wat het heel chic maakt. En heb ik ook nog bijpassende oorbellen. Ga je de hele tijd door met mij heen praten? Wat wil je helemaal zeggen? Je hebt ook een mooie ketting. Dus ja, ik vind deze combinatie heel mooi bij elkaar. Kom maar. En helemaal mooi. Ik zal het even meenemen bij zo'n chique witte top. Ik ga ook even laten zien wat mijn totaallook is. Want dat is natuurlijk ook leuk om even te zien. Frankie, hier lijkt wel een beetje een hobbelmolentje zo. Ja! En dit is mijn totaallook van vandaag. Dus ik heb eigenlijk gewoon een simpele jeans erbij van de Zara. Ik heb een witte top aan. En dan doe ik straks een blazer nog eroverheen. Dus voor dit weer vind ik dit perfect. Eigenlijk lekker simpel en comfy voor het boek inspreken en daarna naar kantoor. En hier zijn dus de sieraden ook te zien. Heel chic. Dus ik ga jouw mondje even schoonvegen. En dan ga ik daarna wachten op Anne die komt. En dan kunnen we aan onze werkdag beginnen. En dan komt de oppas voor jou, Shane. Dat vind jij altijd leuk, hè?
Dus ik ga van jullie vandaag even meenemen als wij ons luisterboek gaan inspreken. Ik denk dat ik niet mijn boek zelf moet vergeten. Want het zou wel echt wat voor mij zijn dat ik het boek zelf vergeet. En dat zij hem daar ook niet hebben en dat ik helemaal voor niks ben. Dat willen we niet, hè? Want dan blijf ik liever bij jou. Ja, dus ik moet niet vergeten het boek mee te nemen. En dan gaan wij. Nou, ik heb Frankie even aangekleed en een jasje eroverheen gedaan. Dit jasje is van Ibana. En nu ben ik echt klaar om te gaan. Dus ik wacht nu op Anne, tot Anne er is. En dan gaan we samen naar Weesp, want daar gaan we ons luisterboek opnemen. Zo grappig, hè? Ik ga het wel alvast even doorlezen. Ja. Dat heb je toch al wat thuis gedaan? Ja, ja. Ik heb het geschreven. Ja. Dus ik kan dromen. Maar ik moet alleen nog even bepalen of we het ons de beurt doen of... Oké, we gaan nu beginnen. Esther gaat het proloog doen. Ja. Want haar naam staat erbij. En ik ga het epiloog doen. Esther was vroeger dus voorleeskampioen, dus die is vast hier heel goed in. Dus als het mij niet lukt, dan gaat Esther mijn epiloog doen. Maar dat was op de basisschool, hè? Dus ik hoop dat de talenten nog steeds in zitten. En al die mensen denken hetzelfde over mij. Dat arme kind houdt de boel hier flink op. Succes is voor ons een heel relatief begrip geworden. Vroeger dachten we dat je succes kon bereiken. Maar inmiddels weten we dat dit niet zo is. Want ik wist toch zeker dat ik precies had uitgerekend hoeveel ik kon kopen voordat mijn saldo op was. Anne en Esther. We zijn inmiddels... Nou, dat gaat al lekker. Het is een fenomeen dat voortdurend... Het is een fenomeen. Wat een kutwoord. Jij start. Nee, jij. Nee, jij moet dat. Dit boek is opgedragen. Zo ligt succes altijd in de toekomst. En dat is eigenlijk heel erg goed. Als iets in de toekomst ligt, kun je er naartoe. Hoe met jouzelf als beste gids. Die moet ik even opnieuw doen. Zijn we klaar? Ja. It's a prep. Wat vond je ervan? Ik vond het echt moeilijk. Ik vond het ook echt moeilijk. We zijn nog. Ja. Voordat we gingen, lees het goed door. Ik heb het van jezelf zelf geschreven. Ja. Dus zo moeilijk kan het toch niet zijn? Ik vond het ook echt moeilijk. Maar het was wel echt moeilijk. Ja. Maar het waren gewoon 5 bladzijden of zo die we hebben gedaan. We zijn 1,5 uur bezig geweest. Nee. We waren er om 11 uur, dus 12 uur. Oké. En we hebben het wel een half uur over gedaan. Ik wilde even overdrijven, S. Maar nu gaan we snel naar kantoor. Zulke stuntelaar zijn we niet, hoor. Nee. We gaan nu snel naar kantoor. Eten. Wat? Even eten. Even eten. Jongen. Ik ook. En ik moet dan weer vroeg naar huis, want ik moet dus Maas ophalen. En Esther gaat me thuis brengen. Dus zij is mijn chauffeur van vandaag. Ja. Daar zijn we. Oh, post. Wat zou dit nou weer zijn? Goeie. Anne en Esther verder. Huh? Van Faya. Huh? Van Faya. Faya? Ik denk Faya Laurens, denk je niet? Oh, dat is leuk. Hier ook al van. Wat hebben jullie neergezet? Is ongekend. Frankrijk komt de werven zondag eraan. Wow, jullie zijn een inspiratie voor velen. En zeker voor mij. Op 1 oktober. Oh, wat leuk.